De restauratie van de timmerfabriek in Vlissingen is bijna klaar. Met een overheidssubsidie van 5 miljoen euro is het industriële monument uit 1914 zoveel mogelijk in zijn originele staat teruggebracht. Het gebouw is bijzonder vanwege de grote ramen. Het is een timmermans werkplaats. En ja, een timmerman moet dus licht op zijn handen hebben. En nou, dat hebben ze hier wel voor elkaar gekregen. En alles is van beton gemaakt. En dat was voor de tijd 1913 echt heel bijzonder. Omroep Zeeland wil zich graag in de timmerfabriek vestigen, maar is daarover nog in gesprek met de gemeente. In de tussentijd kunnen er feesten en evenementen gehouden worden. En het publiek kan ook een kijkje komen nemen. Met april is dus de casco-restauratie gereed. En daarna zullen we zeker de bevolking de gelegenheid geven om dat gebouw een keer te bekijken.